Jongens, 1, 2, 3, 4, 5 palets gaan weg. 5 palets. Dat is enthousiast. Terwijl het een hele zachte winter is geweest, hebben we toch behoefte aan een lekkere warme vleesmantel. Wat ik natuurlijk begrijp. En windgroen staat iedereen. Iedereen kan die kleur hebben. Wel, vind ik wel. Oh, dit is heel veel borst, hè? Ja, sorry jongens, die uiers! Wat ik wou zeggen, dus pastelkleurtjes vind ik zelf altijd heel lekker leuk. Ook al is het gewoon hartje winter. We don't care, we just do it. En de nieuwe items, ik ga er toch een klein beetje over vertellen over de nieuwe items in de shop. Ik heb namelijk samen met Lisa een groepje items die samen kunnen hangen. Zo moet je het zien. Als je dit leuk vindt en je vindt dat leuk, dan kan je het ook samen doen. Ja, nu klinkt het als een linker en een rechter sok. Dat is niet per se. Het klinkt eigenlijk als... hoe kan ik het vertellen zonder dat ik het spoil? Het is niet dat het niet zonder elkaar kan. Maar je weet wel eens als je in zo'n winkel binnenkomt, toch? Zo'n woonwinkel. En dan denk je, dit tafeltje is leuk, want dat dingetje en dan die kaarsenstandaard zo. Helemaal leuk. Ik wil het precies zo hebben. Wrap it up en meenemen. Zo moet je het zien. Dat je denkt, dit is leuk bij dat en dat en dat en dat. En dan absoluut dingen en dan zo. En dan kan je nog switchen en dan iedereen zijn eigen smaak. Ja. Misschien is het heel rommelig. Maar in mijn hoofd is het heel logisch hoor, hoe ik het uitleg. Maar dat zijn we aan het maken. En het is... ik vind het tof. Ik vind het echt tof. Ik vind het cool. En ik lees best wel mensen van, doe een hoodie en een t-shirt. Tuurlijk. Het is allemaal mogelijk. Maar jullie snappen, en ik hoop dat jullie dat ook begrijpen. En iets maken, om het maken. Het is ook cool dat je iets maakt, nou, vind ik cooler dat je iets maakt wat echt dichtbij staat. Zoals de badjas, zoals een parfum. Omdat, ja, ik heb het zoveel over pufjes, dat je ook een tegenhanger moet hebben natuurlijk. En zodoende komen we op iets waarvan ik denk, maar dit is wat ik zelf heel leuk vind en wat past bij mij. Want anders kun je gewoon een keycord gaan doen en een t-shirt en een petje en alles maar gewoon Nienke Plas erop zetten. Dat, zo zijn we niet. We zijn niet van de massa en doordouwen en gewoon van, nou leuk, dan hebben we dat ook gedaan. Nee, it must be from the heart. From the heart it must be. Gaan we lunchen? Ik moet ook een hele pok uit naar beneden om te zeggen, jongens, Dash, Michelle, kom. Eten. Of ik hoef niet te wachten, hè. Dit is een gevalletje, ga gewoon. Wij zijn met z'n tweeën, wij hebben net, wat zeg je? De trek? Dank je, dat had ik even nodig. Lekker man, lekker eten. Zijn ze al beneden? Oh. Ze komen al de badjes halen. Zo, het is echt een geweldig systeem wat we hebben. En de ene dag Frenkie daar, de andere dag Frenkie daar. Maar nu heeft hij ook bedacht, dan kan ik daar ook wel slapen. En dan kan ik daar wel slapen en dan kan ik toch vrijdag wel mee. En dan kan ik ook wel daar vrijdag slapen. Fijn zo voor Simons kind. We zijn een soort van private chauffeurs voor ons kind. Hey! Dit is een vogelhuis en dit zijn vogels. Oh, is het voets? Oh, is dit echt een voedselketting? En dit in het midden? Is zo'n voedselbal. Ja, zo'n vetbal? Ja. Ik zie het, mooi! Nee, dat is juist cornflakes. Cornflakes. Het is wel cornflakes. Ja, precies, maar ze geloof me, ze eten het. Mooi! Nee, maar we gingen het echt eten. Nee, jij ging het eten. Ja, ik ook. Heb je zin om mee te gaan? Nog niet. Even wachten, even rustig. En dan gaan. Ja, maar je gaat daar eten, hè? En ze wachten op jou met eten. Ik heb nog steeds nog geen beslissing genomen. Het is een moeilijke beslissing. Ik heb een enge droom gehad. Wat was er dan, schat? Ja, ik had ook een spannende droom. En pa had ook een gekke droom. Was het volle maan vannacht of zo? Ik had ook de hele tijd droomde ik gewoon. Ik had gewoon veel dromen. Continu. Ik ook. Dus, had ook een droom. Ik had voor me echt vreselijk. Wil je vertellen? Nee, dan kan ik er heel lang over nadenken. Ik denk dat moet ik gewoon heb gewoon mijn hersenen nodig. En
stukje waar dat erin zit, eruit halen en dan vergeet ik het al. Ja, lekker. Oké, okay, nou dan doen we het vergeten. Doe alsof dat je niks weet. Oké, okay, jongens. Ik moet eerst beginnen met Temptation. Ik had niet gedacht dat ik ooit zou zeggen in mijn eigen video wat ik vind van Temptation, maar ik heb het net gezien. Spoiler alert. Dit is eigenlijk een soort van tempatalk. Dus, ja, ik wil even mijn gevoel uit. Maar je mag geen spoiler, hè? Ik geef geen spoiler. Nou, ik kan toch zeggen, dit is een moment dat ik erover ga praten. Ja, oké, maar niets verraden. Dus ik verraad. Ja, natuurlijk verraad ik. Ik zeg dat ik het te doen heb. Ik ga iets nu zeggen wat het eventueel kan verraden als ik nog niet gezien heb. Ik ga dat wel doen. Ik moet het kwijt. Zoals hoe heet die meid het zegt. Ik vergeet haar naam ook. De vriendin van Marco. Denise. Gelukkig ben jij wel heel fan. Dat je alle naam onthoudt. Ja. Weet je wat het is waarom ik haar naam niet onthoud? Mm-hmm. Dit is niet nadelig naar haar toe, want ze is super leuk en lief en houdt zich helemaal netjes aan de regels en zijn man. Maar omdat ze zo braaf is, onthoud je het niet. Zou je bedoelen? Ik kijk voor Temptation niet voor de braafness. De braafheid. Ik hoop gewoon happy ending voor iedereen altijd. Maar in ieder geval, Gregory, ik vind het vreselijk zielig voor je, ja? Dit is niet eerlijk. De edit heeft echt alles niet in orde voor jullie. Jij ging helemaal werd anders neergezet. Zij dacht meteen bij de eerste beeld. Zie je? Ksh, kreeg een soort van ding in haar hoofd. En die ging toen meteen volle gas. Maar ik vond het ook met de montage voor JD. Ze kunnen toch gewoon met dezelfde Sony zijn uit. Nu krijgt ze geen bericht. Gaat ze helemaal stoer praten. Jammer. Gewoon jammer. Gewoon terwijl jammer. Het helemaal niet zo is. Want hij is gewoon uit huis. En daarnaast. Ja, ze heeft in een videobericht. Heeft ze in 8 seconden gezegd dat het uit was. En is ze daarna met die andere gozer. Ze hebben geen enkele keer laten zien dat hij haar mist, van haar houdt, verdrietig is. Dus ik vind niet dat ze verwijt moet maken naar hem. Nee, dat klopt. Het is helemaal, dat is niet eerlijk. Dat wil ik even gezegd hebben. Maar nu zag ik volgende week en toen zag ik hele schokkende beelden. Wow. Ik weet niet of jij donderdag iets hebt te doen, maar je komt eerst naar huis. We moeten eerst samen kijken, anders is er een kans dat ik het aanklik. Ook een ander dingetje. We kregen net een brief in de briefbus. Resti heeft alleen de eerste paar zinnen gelezen. Dus daarom weet je wat de tendens is. Oké. Okay. Hallo buren. Wij van straat, naam en nummer willen ons even excuseren voor de overlast die wij gisteren hebben veroorzaakt. We wonen hier met 4 studenten en besloten om met z'n vieren een flesje wijn open te trekken. Tijdens een moment dat wij de muziek veel te hard aan hadden staan, kregen wij hier terecht boze reacties over. Sorry daarvoor. We zullen dit niet nog eens laten gebeuren. Groetjes. Oh, wat lief. Ik ga eventjes persoonlijk ook eventjes morgen of overmorgen even aanbellen. Zeggen, voor de rest, no hard feelings. Jullie deden de muziek te hard. Jij deed je stem te hard. Ik heb het inderdaad, maar ik heb het wel op een goede manier gezegd dat het in klaar was. Maar gewoon eventjes. Ja, nee, maar je lacht erop. Ik moet erop. Ik ga het terug en moment dat jasje hangen uit het. Maar ik wil even gewoon wel even. Dat ik het netjes vind van ze. Ja, en ik wil ook even mijn zin opmaken. Dit is precies wat ik vaak tegen jou ook zeg. Je kan soms in de heat of the moment met mensen eventjes hard zijn en iets uitzeggen, maar ik vind het wel top en leuk dat ze zo'n brief sturen. En dan ga ik gewoon even naar ze toe en zeggen: oké, voor de rest, zand eroverheen. Ja, geniet van jullie huisfeestjes. En voor de rest, doe je ding. Toch? Inderdaad. Ja. Ze hebben nog feestjes, enjoy. Eén huishouden. Ik vind het wel sterk dat ze dit hier van de brief sturen. Ja, ik vind het ook leuk. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk ook al dat er meer mensen zijn die. Denk je dat er meer mensen waren die iets hebben gezegd? Ja, boze reacties hierover, terecht, meerdere reacties. Jij klonk natuurlijk wel voor een heel dorp, maar ja, jij was in je eentje. Ja, nou ja, onze buurman Jesse ons ontdekte. Lekker gedaan, hè? Dan heeft de buurt gehoord. Ja, maar ik vind het wel leuk dat ze dit hebben gedaan. Netjes ook, netjes. Ik ga even langs om te zeggen van, hey guys, voor de rest niets aan de hand. Maar toch dat jullie even dit hebben gedaan. Misschien kunnen we ze ook oordoppen geven, want je gaat gehoorschade krijgen als je zo hard doet. Kleine ruimte. Maar voor de rest geniet ervan. Want ik denk dat zij, als ze nog feestjes gaan hebben met je vrienden in één huishouden. Dus legaal feesten, hé. Snap het wel. Wow, vet lekker. Gaan we nu echt serieus voetbal kijken? We gaan niet. Ik ga voetbal kijken. USA? Kijken, maar nee, maar ik mag geen USA Temptation kijken. Nee, zeker niet. Nee, precies. Dus er is genoeg op Netflix. Qua aanbod is er genoeg op Netflix. Is ruim. Ja. Oké. Okay. Yes, oké. Okay. Ik ga voetbal kijken. Dag. Hello. Good morning. Ik heb goed geslapen. Alleen Lulu, kom eens hier. Deze blonde, kort en pittig meid, die gaat soms blaffen als Resli weggaat. Ik weet niet of ik jaloers moet worden op je,
Of dat je dat doet omdat je denkt dat ik niet boven ligt te slapen. Maar ik kan je vertellen, het is heel vervelend qua geluid. Zo om 7:15. Of 7:15 zelfs. Want zo vroeg ging rest trainen. Ik kon dus niet meer slapen. En dat is niet leuk om de dag te beginnen met klagen. Dat is niet oké, dat is ook niet nodig. Want er is zoveel om wel blij mee te zijn namelijk. Onder andere, ik voel me goed. Besides a little tired. Maar ik voel me healthy. Ik eet goed. Ik verzorg mezelf goed. Ik ben bijna op het punt gekomen dat ik geaccepteerd heb dat dit het geval is. En dat ik zoiets heb van, nee, gewoon even een lakje overheen doen. Ik denk iets van parelmoer. Want dat, dan verbloem je een klein beetje dat het meerdere laagjes gewoon happen uit je nagels zijn. Dus dan gaat het met je bladeren en zo. Dus doe er gewoon iets van een glansje op. En dan is het zo van, oeh, kijk mij, cute. Het valt helemaal niet op dat het eigenlijk lijkt op van die aangeklopen. Ik ben zenuwachtig, want ik heb een tentamen morgen, nageltjes. Maakt ook niet uit. I don't judge. Als je het doet, tenzij je overgaat naar je tenen, dan vind ik, je moet met mensen praten. Maar laten we beginnen met een kijkersvraag. Een kijkersvraag. Ja, een kijkersvraag. Wat is er trouwens met de kinderkledinglijn gebeurd? Hele goeie, hele goeie. Ja, zoals jullie begrepen hebben, want het is er niet, hebben we dat laten gaan. Heel complex, heel ingewikkeld. Je hebt zoveel verschillende maten, pasvormen, regels die je moet aanhouden als het om kinderkleding, babykleding gaat met veiligheid en knopjes en dingetjes en stof en materiaal. En wow, ik vond het helemaal minder leuk dan aan het begin. En soms moet je door de zure appel heen, maar dit leek wel gewoon een hele, ja, zo'n krat met alleen maar verrotte appels. Dat je denkt, het houdt niet op. Dus het was te veel. We hadden ons te veel verkeken op het werk. En daarom hebben we het losgelaten. Maar die mensen met wie, of vrienden van ons, met wie we dat zouden gaan doen, gaan wel iets anders beginnen. Ook voor baby's. En dat, ja, daar heb ik zo'n zin in. Dat wordt zoiets cools. Dus het is echt, hele creatieve mensen zijn het ook. Dus dat komt wel, dat komt. Maar voor kleding, voor baby's, we gotta let them slide. Zo. Slijt ik even lekker hier naar binnen. Echt hè? Dit gaat nog net allemaal precies goed. Zal ik hier op de kopse kant? Natuurlijk. Hoppatee. Ik heb echt een soort angst ontwikkeld dat ik jouw poot aanraak. Als we zo gaan kalen, dan wordt het niet gezellig. Maar die Amerikanen lijken ook. Nou, laat hem niet in. Kom eens hier, kom eens hier. Kom hier, kom hier. Ze denken, het is weekend. Let's go. Let's Beyoncé. Ze doet zo, let's Beyoncé. Let's Beyoncé. Met warme lucht in mijn waggie. Hallo. Is het werk af? Nee. Moet ik thuis nog door? Ja. Jawel. Maar we hebben spangenlang eten besteld. Frankie wilde nog een nachtje, of nee, een dagje langer blijven bij Maeve. Dus die mag tot het avondeten en nog en Sam blijven. Dus dat gaat wel eventjes schelen. Als hij straks komt, lovey-dovey op bed en dan kan hij doorbeuken. Dus hoe langer hij is bij Maeve, hoe moeier die is. Ja, zo werkt het. Zo werken parenting dingen. Ja, als je jong bent denk je echt, ik weet dingen. Pas wanneer je een eigen jong krijgt, dan begin je echt, dan worden dingen echt clear in je leven. Ah, haha. Ik ben gepiepeld door mijn ouders, oké. Ik neem ze niet kwalijk. Pittige saus? Pittige saus? Pittige aflevering. Dinner date. Deze tip heb je van Joy en Melissa. Dat zijn vrienden van ons, want het zijn echt van die levensgenieters. Ze weten precies waar je welk eten moet halen. Maar echt? Zo, als je uit eten gaat, toen dat nog mocht, belden we ze eerst. Waar moeten we heen? Dat soort mensen. Ik ga Frankie even aan meenemen. Toen ging ik veel atten. Atten? Ik wil eten. Oké. Mama, je zegt toch telkens atten. Atje voor de sfeer. Ja, zo'n liedje. We moeten een beetje gas op die lollen. Ik kom binnen, mijn zoon zegt, mam, wil je nog een theetje drinken? En ik eindelijk klok, ik kan wel. Maar dan praat je en dan klets je en dan ho. En in één keer zegt de broer van Maeve, de avondklok. Ik zeg, oké, je hebt gelijk. Snel, wegwezen hier. Dus ik zie heel veel mensen nu echt een soort van vaart maken. Ja, ik ook. Ja, ja. Ze denken, oké,
Je boys, ragasten net die brommetje, yo! Ja, dat is de insteek. Je moet gewoon alsof doen dat je een dief bent. Dan moet je gewoon gassen. Nou, ja, er hoeft niet een dief te zijn. Het kan ook racer zijn. Ja, of racer. Of niet per se meteen criminele pad op te gaan. Maar je kan wel zo... Nee, je kan niet zo denken, nee. Nee, we moeten gewoon eventjes gas op je die lolly doen. Tanken hoeft niet. Ik heb zat tank nog. Ik kan echt nog 15 keer heen en weer mee van huis. Het gaat er meer om dat... Ik hoop niet dat ze echt bij de straat dat hij zegt, mevrouwtje, het is 9:30. Wat waren we aan het doen? Nou, gewoon... Doe rood! Ja, rood. We gaan niet door rood. We gaan dat ook niet riskeren. Ik bedoel, 2 boetes op een avond vind ik helemaal geen goed plan. Je moet wel de klok. Ja, de klok. Het komt goed. Hebben we nog genoeg tijd? 3 volle minuten. Inderdaad. Zweet ontstaat. We zijn echt net op tijd, Frankie. Lekker. Lekker, maat. Ja, Lulu. We zijn er weer. Wat een net geluk. Nou, echt. En ook gelukkig een plekje. Een parkeerplek. Ja. Stel je voor, ik moest nog 3 rondjes maken. Hoe ga je het uitleggen aan de agent, meneer? Dit is... Bijna nooit is je parkeerplaats. Hallo, zoontje. Mama, heb je... Oh, je hebt nog niet... Ik kan het doen, de batterij. Het eerste wat je ziet. Maar kan je mij even groeten? Echt, hè? Groet even je vader. Lekker ijsje. Hallo, ventje van papa. Hallo. Alles ook gewoon. Je bent... Wacht, heel eventjes. Even kijken naar mij. Je bent lang weg geweest, hè? Ik heb je wel gemist. Echt? Ja. Iemand die weer in mijn bed komt vannacht en zegt... Papa, kan ik bij jou liggen? Nee, Frankie. Oké, ga weer naar bed. Dat heb ik gemist. When the night has come. Dat is dus nu het geval. Dus ik ga het lied niet afmaken. Ik ga gewoon slapen. Dag. Ben je ready voor een nieuwe dag? Of wat? Ik versta hier dus helemaal niks van. Ja. 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 Mag ik? Mag ik? Mag ik? Zelf bepalen welke kleren ik aan. Tuurlijk mag je zelf bepalen. En ook zelf de en ook bepalen welke jas ik ga aan. Als hij te dik genoeg is, dan mag het wel. Ah, kom eruit dan, laat zien wat je aan wilt doen. Ik ben heel benieuwd. Hi. Naanbrood, jongens, naanbrood. En? Een aardappel. Aardappel. Is het geen naanbrood? Nee, het is Libanees brood. Oh. Namin. Wat is het verschil tussen Libanees brood dan en naan? Nou ja, Libanees brood komt uit Libanon en naan komt uit India. Oké, okay, het is gewoon best wel... Yes. Groot verschil. Is smakelijk. Dit is wel een lekker outfitje geworden, Frank. Lekker outfitje. Maar je kiest voor de nonsje haardoek. Zullen we je haar doen of zeg je petje? Nienke, eet je mond is leeg. In mijn mond is leeg. Ik heb een hele dikke tong. Daarom lijkt het alsof er eten zit. Ja, echt hè. Echt hè. Nee, ik heb een mond drankje. Zijn we lekker burgerlijk. Het zijn we lekker burgerlijk lopen naar de supermarkt. Ik hoor net van rest dat er een soort van North Pole. Ja. Kou van zijn kant op aan het wijs. Ik voel het. Ik voel hem. Ik weet dat het gezond is om naar buiten te gaan. We hebben net ook even een kopje gevoetbald. Maar ik kijk wel naar buiten, weet je. Ik denk dat het ook telt. Voor het dagelijkse zuurstofgehalte. Kijk hoe schattig, jongens. Een bosje roos vandaag gebracht. Aan de deur voor een kijkertje. Dat was leuk, hè, Frank? Heel lief meisje die dat... Ja. Weet je nog hoe ze heet? Manjar. Maner. Meneer, manar, Nee, niet zo loop je ermee. Meneer, maar... Heel lief, heel attent. Wacht, volgens mij is dat geluid. Het is niet het geluid. Frank ziet de hele tijd, is gefascineerd door een dingetje wat in beeld komt. Hij denkt dat het geluid is. Volgens mij heeft het te maken met iets anders. Maar... Don't worry, darling. Don't worry about everything. Just relax. Don't do it. Okay. If you wanna go to it, relax. Don't do it. Where you wanna go?
Het is ook nu 6:15. Dus we gaan straks de winnaar bekendmaken. Ik heb heel leuk, vond ik tenminste heel leuk, een live streampje gedaan op TikTok. En daar schilderde ik dus deze. Mijn eerste schildering wat ik gemaakt heb. Nee, en met mij ook een keertje. Zeker met jou een keertje. We hadden Iron Man of The Flash. Nee! Een ander superheld? Ah, mijn voet doet pijn. Wat is er met je voeten? Gevallen, toch? Gevallen, klopt. Ja, net met voetbal. Omdat je. Lulu, even stoppen! Lulu, even. Vriendin, kom eens hier. Je moet niet iemand die op de grond ligt dan aanvallen. Dat is weer zwakkie, hè? Dat is weer zwakkie. Nee, Lou. Wat ik zei dus. Ik riep iedereen op die er zin had om met mij lijf te gaan. En een ding te schilderen. En er zit een heel verhaal achter. De achtergrond, je mocht 6 kleuren sowieso uitkiezen. Een vorm die jou aansprak, dus ik heb de maan gekozen. En een woord wat jou bezighoudt op het moment. Of waar je voor staat, of waar je aan werkt, of waar je mee zit, of waar je aan denkt. En ik heb zulke leuke, mooie verhalen gekregen. Ik vond het moeilijk om sowieso een top 5 te maken. En eentje gaat hiervan winnen. Maar kijk eventjes. Kan ik het goed vastleggen? Wacht. Die moet je wel eventjes goed zien. Fijn. Met een druppelvorm. En het verhaal erbij is. Heeft twee kanten. De ene kant staat voor verdriet. Want haar oma had laatst corona. En de opa die ze nooit heeft gekend. En die missen heel erg. En de andere kant staat voor blijheid. Want ze heeft een puppy gekregen. En ze is heel erg. Ja, blij. Oh nee. Van vrienden en familie waar ik heel van hou. Wow, good friends you have. En het woord fijn staat eigenlijk een beetje voor de witte kant van de druppel. En ik ben klein, maar fijn. Heel schattig. En iemand anders die, even kijken, die kant op, gelooft in zichzelf. Terwijl anderen het misschien niet deden toen ze wilden voetballen. En ze is nu een van de beste. En vandaar dat zij dus gekozen had voor een bal. Dan hebben we hier een dame die koos voor bomen. Omdat, ja, veel wandelen, je weet zelf, deze tijd. En thuis is omdat ze tijdens de eerste lockdown op zichzelf is gaan wonen. En een meisje die haar papa mist, die is overleden. En ze geeft ook aan, mocht ik de badjas winnen, dan gaat hij naar mijn mama. Want ze staat altijd voor ons klaar en nu helpt ze me nog steeds. Nou, het is zo cute hier. Trots, moeilijke periode, nu weer gelukkig. En ik ben trots op mezelf en de mensen omheen die me hebben geholpen. Echt cool, echt leuk. Ik ben altijd heel erg, weet je, lachen, gieren, brullen. Maar dit was wel even mooi. En iedereen zich ook open durft te stellen. En ook daar echt zat, penseel, schilderen. Dus je wordt er super relaxed van. En ik ben trots ook op mijn naam. Oh. Als je zulke geluiden maakt voor Lulu, dan denkt ze ook echt dat je de enemy bent. Zachtjes. Jullie zijn zo wild met elkaar. Serieus, straks is je oorlog gepierst. Wat je niet wilde. Nog even terug naar mijn kunstwerk. Ik ben er best wel trots op. Ja, is toch leuk? Schilderen is echt leuk. Er komt een dag dat ik beter word. Dat deed ik geloof ik wel. Dan ga ik mijn naam hier ook onderin schrijven. Dat over 200 jaar dat mensen kunnen zeggen, ik heb een echte originele klassieker van Nienke Plas. Maar voor nu heb ik me gewoon vermaakt. Echt. Je wordt een ander mens, jong, deze tijd. Nee, sommige mensen die deden al knutselen. Hebben we hier nou visite voor de deur? Wat is je moeders kenteken? Ja, zou ze hebben. Moet dat? Wat moet dat? Wat komen we doen? Gezellig? Het is koud, hè, jongens, vandaag. Koud, hè? Heel koud. Kom jullie avond eten? Heb je avond eten? Kom jullie avond eten? Zodra jij ons ziet, hè, denk je. Kom jullie avond eten? Nee, we komen iets ophalen en als ze avond eten, ja. Oh, daar zou je er hebben, onze waakhond. Dus dit gaan we erin doen? Oké, girl. Ik heb hamer. Oké, girl. Waar wil je hem? Ja. Daar? Ik zou hem dus daar doen. Daar zou ik hem doen. Oké, dus dan daar? Nee, hou, liefie. Je maakt zomaar buts in de muur. Vind je echt heel lief? Maar zo lief ook niet. Oh my god. Ja, inderdaad, oh my god. Of tenminste in dit geval dus Jesus. Dit zag Frankie hangen bij zijn tante Elvira. En toen zei hij, wat heb ik hier goed geslapen? Er komt het gouden godje. Nou, dus het gouden godje is van de muur gehaald. En toen zei hij, mag ik die dan hebben? Of eigenlijk zei Ellie, wil je hem dan hebben? Dus jij denkt, als deze er hangt, dat je niet uit je bed komt? Ik weet het nog niet. Je weet het niet, hè? Nee. We kunnen altijd proberen uittesten. Natuurlijk. Laten we het uittesten. Ja, oké. Ik ga dit doen. Alright. Daar gaan we. Daar. Hier toch? Ja.
Dit vind je een goede spot? Wil je de ijzeren hamer of die? Ja, nee, doe maar die andere. Puur op gevoel, dus ik weet niet of je waterpas is, maar... mijn gevoel zegt dit is helemaal recht. Het voelt heel tegenstrijdig om dan tegen Jezus... Dus doe het even tegen het kruisje. Oh, maar dit gaat er heel makkelijk in. Oh, maar dit gaat, Frank. Moet je kijken. Ja, ik zie het. Het gaat gewoon heel makkelijk in. Toch maar even die andere wacht hier. Oh, oh, het zit zo schuin als de... Oh, wat erg. Het is heel schuin. Oh, wat... Hoe gaat dit nou verkeerd? Goh, oh, wat erg. Oh. Ik heb wel nog verf, maar dit is wel zuur. Waarom gebeurt dit nou, Frankie? Ja, misschien wel mijn papiertje. Je bent slechter. Ik ben slechter, maar je vader is ook niet geweld. Maar kijk nou, die dingen zitten helemaal verscheen. Waarom doe ik dit ook? Kijk nou hoe die dingen erin zijn gebutst door mij. De schade, oh nee. Oh, ik baal hiervan. Ik dacht dat het echt lekker ging. Ik voelde echt mijn lekker goings. Nee, dus. Ben ik even blij dat ik een jaar geleden in Londen met mijn zus in één keer een doos vond met allemaal oude posters. En dat we dachten, we trekken ze er gewoon uit. En nou denk ik, ha! Ha! Echt wel. Dat is wel leuk, toch? Die tijgerzone en een paar dino's. Ja, roze, paars. I see that too. Maar we zijn multi, we zijn makkelijk, we zijn gender neutral in ons hoofd. Doe je het dan zo twee boven elkaar? Oh jongens. Ik heb dit al vannacht op voor de avond, laat ik het nu gewoon goed doen. Zo moet hij sowieso. Ik zou dit doen een beetje. Of zo. Ah. Doe je twee onder elkaar dan? Moeilijk, moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik ben gewoon voor dit gegaan. Frankie! Ja? Wat zeg je van dit? Cool. Wel goed? Ja, maar die andere, die 100, kan nog wel daar. Dit past er toch helemaal niet bij? Eerlijk. Oh, die heb je. Die is dus 10 euro. Nee, het was gewoon gratis. Het stond gewoon met grof vuil. Maar ik vind het. Ik snap het niet. Het is. Nee, dit is. Ik voel het niet. Voel je niet bij de ritme? Nee, het past niet in het ritme. Zie je? Het klopt wel weer mee met het groen van je klimwand. En dan zo. Hier past hij wel weer. Maar hier. Een jurkset of zo. Ja, nee, we gaan niet zomaar hoog. Oh, daar, man. Daar precies. Daar precies. Gewoon zomaar random zo. Ja, ik heb een cape. Zie je dat? Nou, ik zie heel veel. Naakt lijf, dus ja. Ik zou zeggen, doe maar een boxshort aan. Oké, ik krijg hem al in de kamer. Veel fijn wel, ja. Deze hier zetten. De handdoek? Ja. Nee, vouwen op de verwarming. Oh, dan ben ik mee. Tuurlijk, ik loop met je mee. Ja. Alsjeblieft, jongen. That's what mothers are for. Zijn we ready? Hij komt eraan. We zijn toch hartstikke vroeg, voetbaltraining. Tenminste, de tweede. Ik heb de eerste niet gefilmd. Omdat Wesley zei... Lien, ben je nou de handschoenen vergeten van Frenkie? En zijn dingen vergeten. Alles lag op de trap klaar. Ik was lul aan het uitlaten. Maar Wesley heeft zeg maar voedsel in de ochtend. In de middag ook. En de lunch. Waardoor die heel traag is. Omdat alles afgewogen moet worden. Dus je zou denken... Als jij gewoon van tevoren alles fixt... Jouw boterham, dat plakje... Moet gewogen worden. Weeg het de avond van tevoren. Dat het klaar ligt. Dat je hoeft alleen maar in te klikken op je mobiel. Van ik ga dit eten. Dat was het plan. Nu moet het allemaal 's ochtends. Ik doe. Hè? Ik probeer zoveel mogelijk uit handen te nemen voor de jonge man. En dan kom ik terug. Ik heb doelen uitgelaten. Hij is aan het krabben met die auto. Ik pak de spullen. En in één keer heb je dat op de trap laten liggen. Ho. Doe het al. Ik zeg nog. Je doet het toch allemaal in de tas. Dat zeg je nog tegen me. Maar hij vroeg het pas op de snelweg. Hè? Ik zet ze af daar. We doen een U-turn. We rijden het terug. Ik kom thuis. Ligt het niet op de trap. Is het in die tas. Ik zeg. Gozer. Ook niet eventjes een soortje. Nee. Hij denkt. Ik geef er even een koffietje. Maak het goed. Ik moet zeggen. Het helpt. Het helpt wel een beetje. Thank you.
Ik ga stuk. Hij zit niet om te letten. Oh, scheiding. Daar moet jij in, vriend. Daar, daar. Afmaken. Kom, Frank. Kom, 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 kom. Oh, oh, oh. Buitenbochtje, buitenbochtje, buitenbochtje. Kom, 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 kom. Maak het af, maak het af. Vuur, vuur. Lekker. Harde paas naar de meid. Oeh, zo, ze draait weg van je. Frankie, oeh, die meid is ook hongerig. Maar Frankie, laat het niet gebeuren. Hij denkt, ho, ho, het is geen Valentijnsdag. Oh, het is gewoon een wildschot. Gewoon puur van, je krijgt niks. Niet vandaag, meisje, denkt hij. Ik zeg net tegen haar van, ik heb liever dat hij tegen hem eens op voetbal. Ja. Okay. Omdat hij... Ja, hij houdt een beetje in bij haar. Oh, lekker. Oh, mooi, maak af. Oh, oh, oh. Oh, laat het niet gebeuren. Laat het niet gebeuren. Ja, hij is lief, hij is lief. Ik snap het. Meisjes blijven groen te vragen. Kom, Frank, afpakken maar. Ze neemt het ervan, hoor. Ze geeft hem niet af. Oké, dat was frustratie. Wat was dat? Was dat nou frustratie? Oké, tikkie wel. Oké, hij houdt niet meer in, jongens. Oh ja, oh, kijk, nu gaat het gebeuren. No mercy on each other. Oh, ga je goed? Nu speel je tegen het meisje en nu speel je met het meisje. 2-2, pasen en go. Lekker, ga erop, Frank, ga erop. Ga maar, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ho, 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 niemand staat daar, jongens. Goed, goed, is goed. Oh, dat zitten die hersenspinsels voor die kinderen. Waar is die? Waar is de bal? Daar is de bal. Ga door, staan. Goed zo. Oeh. Kom op, Frank, kom. Jij mee. Ga door, door. Het hoofd. Gelukkig zit het vast. Kom op, Frankie, ga maar. Oeh. Ja, ga maar. Heppa. Ja, en draaien. Afmaken, daar. Het zo. Oeh. Alles wat rechts, hè? Ja. Tuurlijk. Ja, zij maakt het even af dan. Lekker. Het zo. Zie je? Oh, nog even. Ik heb het ook gedaan, denkt hij. Voetbal is natuurlijk al begonnen, die horen het helemaal niet. Hallo. Hallo, ik wil even FaceTime met die jongen. Ja, maar ik ben nu aan het eten. Dan hangt het helemaal vies. Oké, en Frenkie ook dus. Oké, nee, dan probeer ik het later. Ik ben neem ook op mijn telefoon, want ik neem ook op mijn horloge. Ik weet niet wat mijn telefoon is. Oké, is goed. Dan probeer ik het later. Yes? Eet smakelijk. Res. En Frenkie. En ook een Mattie. Kijk, voetbal bij ons thuis. Ik zeg niet dat Frenkie het leuk vond dat ik moest werken, maar hij zei wel, het is alleen de mannen. Dat deed hem wel goed. Ze eten ook een soort van barbecue steakachtige schotel. Een of andere manier heeft deze vegetariër het idee dat ik iets misloop. Ik zou het ook lusten. Maar hier is ook goed eten. Ik ga hier nu eten. Ik ben ergens op locatie. In België draait een heel leuk programma. Het is allemaal nog een geheim. Het is allemaal nog, hè, mag wel niet gezegd worden. Maar het komt erop neer. Ik moet mijn best doen. Want dan win ik doekoe voor iemand. En ik ben altijd heel erg... jullie weten, ik ben met spelletjes, weet je. Dus ik ben nu extra aan met die hormonen. Ik heb ook rode ogen. Kijk even. Ik heb niet goed geslapen vannacht. Terwijl Frankie niet wakker werd, heb ik niet goed geslapen. Hij... heeft ons met rust gelaten, maar ik ging te laat naar bed. Ik ging te laat naar bed. Wesley en ik hadden gewoon moeten zeggen, het is 12 uur, morgen. Best wel lang, langs de zijlijn. Vroeg opstaan, lange dag. Maar we deden dat niet. Wat relaxed is, ik ben hier met de chauffeur, zodat ik op de heenweg heb kunnen werken. En dan kan ik op de terugweg, kan ik dat doen. Slim, hè? En ik heb lekker allemaal Modern Family, de laatste aflevering, gedownload.
Is het klaar na seizoen 11? Weet iemand dat? Of komt er nog een seizoen? Of is het na seizoen 11 is het wel welletjes? Die mensen zijn ook een soort van moe van hun typetje. Dat kan wel. Dat kan, dat kan. Ik zou het ze wel kwalijk nemen. Ik ga wel dan een boze DM sturen naar iedereen van de cast. Maar ik snap het ook weer wel. Zit erop. Het was superleuk. Nu ben ik klaar mee. Ik moest dit ook zeg maar showen aan de geluidsman toen hij zei... Waar kan ik het geluidskastje aan vastmaken? Toen dacht ik, ja. Dit is niet de meest charmante look. Gewoon nooit in live. Maar is niet erg. Je moet je nooit schamen. Zeker niet voor zo'n panty die het begeeft. Op een plekje waar heel veel spanning op staat. Because I'm growing and I'm glowing. In ieder geval. Dit spelletje... Wat ik gespeeld heb. Het was niet makkelijk. Ik lach wel. Het is ook een beetje huilie-huilie, vond ik dit. Jullie weten, als ik iets doe, ik... Zo lachen zo. Ja, nee. Dat is helemaal niet erg. Punt naar de andere kant. Maar eigenlijk wil je gewoon zo'n hele desk optillen en de andere partijen op laten vreten. Maar dat gaat niet, want geweld is helemaal niet van deze tijd om te promoten op, de buis. In ieder geval, ze zeiden, pak maar wat snacks op je terugweg. Nou, ik heb mezelf laten gaan. Ik zag fruit, ik denk, nou, doe even zoals 11 november ook altijd, van oké, ook gezond. En toen dacht ik, ik doe een zoutje en een zoetje. En dan kan ik weer terug naar Nederland met de chauffeur. Dat heeft de rest niet goed geregeld. Hij zei, je gaat niet rijden, je bent zwanger en je kan vermoeid zijn. En kijk even naar die ogen van me, ik ben helemaal kapot. Ik ben kapot. Maar dat is niet erg. Ik ben wel voldaan. En dit is hilarisch, deze look is hilarisch. Die man dacht ook serieus toen ik me uitkleedde van... Ik stond zo hoor een buddy jas weer aan. Ik zeg, gozer, wat denk je? Ik doe het dicht, de hele wikkelbende. Dit is toch niet de look? Hij zei, ook zit nu pas. Nou ja, zo zie je het maar weer, hè? Als je zwanger bent, kijkt een man op een heel andere manier naar je. Alsnog, thanks for watching The Braveheart, Braveheart, Braveheart!